Vandaag een antwoord op de vraag van Bram. Bram kampt al jaren met overgewicht en heeft al vele malen getracht af te vallen, maar tot nu toe eigenlijk altijd met diëten waarbij hij dagschema's kreeg, gebaseerd op caloriearme, vetarme voeding, welke al ingedeeld was en verdeeld was over de dag, al vaststond wat hij moest gaan eten van die caloriearme en vetarme voeding. En de porties enorm klein waren voor hetgeen Bram gewend was. Hij heeft dit al vele malen geprobeerd, zo'n calorie- en vetbeperkt dieet waarbij de voeding voorgeschreven stond, hetgeen hij moest eten, de kleine porties. Maar dit hield hij dan nooit vol, want hij had enorme honger op den duur, eigenlijk al na een paar dagen. Nou, op een gegeven moment is hij opnieuw trachten af te vallen met behulp van zo'n dieet, is hij maar gestopt, heeft hij maar opgegeven. Tot een tijdje geleden hij een vriend van hem zag en die vriend was kilo's afgevallen. En hij bracht de dag met die vriend door en hij zag wat die vriend at. Zijn vriend at best calorie- en vetrijke voeding. En dat was zijn dieetvoeding en ook best grote porties. Zijn vriend vertelde over het dieet en het betrof een ketogeen dieet. Een dieet die helemaal niet zo sterk beperkt in portiegrootte, in caloriegehalte en al helemaal niet in vet. Dat sprak Bram natuurlijk wel aan en hij zag een kans om misschien wel, net als zijn vriend, af te vallen zonder honger te hoeven ervaren. Want ja, dat was gevolg van die kleine porties en het lage vetgehalte van zijn eerdere dieet, beredeneerde Bram. En wat leren we? Ja, op het moment dat onze maag niet gevuld is, krijgen we honger. Op het moment dat onze voeding weinig eiwitten, weinig vetten bezit, krijgen we honger. Op het moment dat onze bloedsuikerspiegel regelmatig schommelt door hetgeen we eten, dus wanneer we een dieet volgen met regelmatig wat koolhydraatbevattende voeding daarin aanwezig, ja, dan krijgen we honger. Op gezette tijden, soms weer wel, soms weer niet. Samenhangend met de schommeling in de bloedsuikerspiegel. Maar dit dieet had een laag gehalte aan koolhydraten, een hoog gehalte aan vet, datgene wat onze maag langer gevuld doet blijven, ook helemaal niet weinig eiwitten en dus niet kleine porties of weinig calorieën. Nou ja, en dat is dus al hetgeen het lichaam, zo leren we, nodig heeft om verzadiging te kunnen ervaren. Voeding welke onze maag vult. Voeding welke langere tijd in onze maag verblijft. Voeding welke onze bloedsuikerspiegel niet dramatisch doet schommelen. Nou, dus Bram is dit gaan proberen, maar helaas heeft hij alsnog honger. Ondanks de zeker geen kleine porties, ondanks het grote hoge vetgehalte van zijn voeding en helemaal geen laag caloriegehalte. Dus de vraag van Bram is, hoe kan het dat ik alsnog honger ervaar? Nou, Bram, inderdaad, verzadiging, zo leren we, zullen we pas ervaren wanneer onze maag gevuld is, wanneer onze bloedsuikerspiegel niet al te heftig schommelt en wanneer onze voeding wel stoffen bezit waarvan we leren dat deze verzadiging met zich meebrengen. Eiwitten leren we dat deze verzadiging met zich meebrengen. Nou, die zijn best wel ruim vertegenwoordigd in een ketogeen dieet. En vetten, daarvan leren we dat die ook bijdragen aan verzadiging. Met name ook door een vertragen van de passagetijd van de spijsbrei door jouw maag en darmen. En de aanwezigheid van voeding en het oprekken van jouw maagwand en darmwand als gevolg van de aanwezigheid van voeding in jouw maag en darmen, daarvan leren we, ja, dat brengt verzadiging teweeg. Want als daar leegte heerst in jouw maag en leegte in jouw darmen, daar komt honger uit voort, zo leren we. Nou, dus je had verwacht geen honger te hoeven ervaren en toch ervaar je honger en hier begrijp je helemaal niks van. Nou, hoe zit het? Verzadiging zul je pas ervaren. Kijk, ervaren is iets wat voortkomt uit informatieverwerking in je hersenen.
informatieverwerking in dit geval van zogenaamde eetlustbeperkende hormonen anorexigenen, afkomstig uit het lijf, welke afgegeven moeten worden door kliercellen in jouw darmen, naar aanleiding van bepaalde voeding welke in jouw darmen belandt, en het verwerken van die informatie in het verzadigingscentrum van jouw hersenen. Enkel dan zul jij verzadiging ervaren. Dit betekent, als jij dus geen verzadiging hebt ervaren, dat daar iets niet goed gaat. Ofwel in de vorming en afgifte van die anorexigenen, eetlustbeperkende hormonen door de kliercellen in jouw darmwand. Ofwel in jouw hersenen, in dat gebied, het verzadigingscentrum, in het ontvangst van die informatie en het verwerken daarvan. Nou, waar is dat van afhankelijk? Het is inderdaad zo dat kliercellen in jouw darmen die anorexigenen kunnen afgeven als reactie op de aanwezigheid of belanden van vetten in jouw darmen. CCK is een anorexigeen welke dan afgegeven, die gestimuleerd wordt om afgegeven te worden. En peptide II is een anorexigeen welke afgegeven wordt of gestimuleerd wordt. Jouw darmwandcellen gestimuleerd worden om af te geven wanneer goed verteerde eiwitten vanuit jouw maag in jouw darmen belanden. En dan is er ook nog serotonine die naar aanleiding van darmwandoprekking gestimuleerd wordt om afgegeven te worden, wat ook een anorexigeen betreft. Maar vervolgens, na afgifte, moet ook nog wel dat je hersenen bereiken en moet het verzadigingscentrum in jouw hersenen dat signaal kunnen ontvangen en kunnen verwerken. Dat is afhankelijk van een goede voedingstoestand in het lijf. Dus jij kunt al die factoren in jouw ketogene dieet bezitten, dus die vetten en die eiwitten die in jouw darmen belanden, waarvan we leren de afgifte van anorexigenen, CCK, peptide II met zich meedoen brengen, maar dat wil nog niet zeggen dat het dan ook plaatsvindt en dat het verwerkt wordt in jouw hersenen. En dan kun je pas verzadiging ervaren. Dat is afhankelijk allemaal van een goede voedingstoestand in jouw lijf. Een goede voedingstoestand, welke het gevolg is van jouw lijf die optimaal voorzien is, wordt en blijft, dankzij jouw dieet, in vocht en essentiële voedingsstoffen. Wanneer jij een hoog vetgehalte hebt en een middelmatig eiwitgehalte, vetten en eiwitten bezitten, kunnen in het bezit zijn van 2 essentiële vetzuren, kunnen in het bezit zijn van 9 essentiële aminozuren, maar dat hoeft niet. Afhankelijk van welke vetbron jij je vetten haalt, welke eiwitbron jij je eiwit haalt en in welke mate dit bewerkt is geweest, of deze bronnen ook nog wel vitamines bezitten, en of er ook wel een goede vertering van deze eiwitten en vetten plaatsvindt. Ook is het zo dat wanneer dat niet aan de orde is, ja, dan kun je eiwitten en vetten dankzij jouw dieet in jouw darmen verkrijgen, maar op het moment dat er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, gaat jouw lichaam bezig met overleven, het bewaken van een ideale bloedsamenstelling. De doorbloeding van jouw darmwandcellen zal dan afnemen. Dus hebben de kliercellen in jouw darmen onvoldoende vocht en voedingsstoffen die zij nodig hebben om die anorexigenen überhaupt te vormen naar aanleiding van het belanden van eiwitten en vetten in jouw darmen. Op het moment dat er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, zal de informatieverwerking in jouw hersenen ook niet goed verlopen. Dus ook niet die informatieverwerking van eetlustbeperkende, eetlustbevorderende hormonen in jouw lijf. En dan is het nog eens zo, wat jij zei van, we weten ook dat honger voortkomt uit schommelende bloedsuikerspiegel, dat is bij een ketogeen dieet niet aan de orde. Nou, ketogene voedingsstoffen, zoals eiwitten en vetten dat betreffen, hebben vaak ook glucogene delen. Op het moment dat er een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf, kan onder invloed van stresshormonen, kunnen die glucogene delen van eiwitten en vetten benut worden om gluconeogenese uit te laten voeren door jouw lever. En kan alsnog onder invloed van stresshormonen jouw bloedsuikerspiegel verhoogd worden door jouw lijf zelf. Dus dat garandeert alsnog niet een stabiele, lage bloedsuikerspiegel. Dit als antwoord op jouw vraag, Bram. Kennelijk heeft jouw ketogene dieet voedingstoestand in jouw lijf niet goed helpen behouden.